Cindy, vertel eens, je hebt al gereden? Ja, maar dat is mijn eerste jaar. Dus ik ben eigenlijk begonnen omdat mijn zoontjes zijn beginnen te rijden en zo ben ik er eigenlijk in gekomen. Met alle respect, maar dat wil zeggen dat BMX, ja, daar ben je nooit te oud voor? Misschien wel ze. Jawel, ik denk het wel. Je wordt wat banger, hè? Om ouder te worden, dus ja. Je hebt al een race gereden, heb ik begrepen. Hoe is die verlopen? Goed. Geen valpartijen, dus dat is al goed, hè. En op welke plaats was je geëindigd? Mijn eerste wedstrijd hier in Wilrijk. Gent, Ravels, Massenhoven. Dat zijn ze, denk ik, ja. En wat wil je bekomen hier op het kampioenschap? Ik ga niet te veel eisen van mijn eigen, dus ik weet dat dat toch niet gaat, dus... Je zegt dat jouw zoontje het ook doet. Is er dan thuis een rivaliteit van ik behaal die plaats en jij behaalt die plaats? Niet echt. Nee, mijn zoontjes doen dat ook nog maar 1,5 jaar, dus ja. Maar het is een leuke sport. Absoluut, ja. En mijn man doet het ook, dus het is echt met 4 een familiesport geworden.